Dat is een lange tijd, een hele zonnige beursdag vandaag. Op een paar aandelen na dan. Dirk Veenstra, de Damrak, hoe is de beurs gesloten? Ja, zonnig was het tot en met het eind, Roderick. Maar niet voor beleggers inderdaad, want we begonnen zo goed. 16% hoger, gingen zelfs even 1,3% hoger. Nou, en we hebben net met de hakken over de sloot het in het groen weten te houden. We sluiten precies 0,06% in het groen. Stand van, ja, 431 punten en een beetje. Het is zo'n rare dag geweest met inderdaad rare uitschieters. Rare uitschieters naar beneden. De zwakke broeders, olie, staal, Ajax. Ja, en die volgorde ook van belangrijkheid eerlijk gezegd. Laten we met ijzer toch even beginnen. -9% ongeveer. Inderdaad, na het verliezen van de schaal. Het is niet anders. Steekt er de meeste, zou ik zeggen. Die andere twee zijn wat dieper van betekenis, zou je kunnen zeggen. Shell gaat hard omlaag. En ArcelorMittal ook, omdat we eigenlijk weer twijfelen aan het groeivermogen van China. Dat was de reden overal begin het jaar. Zo dieper in het rood gingen met de beurzen. Toen was het dan even weer voorbij door een nieuwe bestedingsimpuls. Ook stimulering door de Chinese overheid. Nou, die wordt langzaam maar zeker losgelaten, lijkt het. China gaat omlaag. Dus ook de grondstoffenprijzen. Nou, we zagen dat ook bij Shell. Shell gaat vandaag heel diep. Verliest 2,5%. En ook SBM Offshore. En Fugro gaat dus mee in de afgrond. Maar vooral even bij ArcelorMittal. Dat verliest vandaag meer dan 12%. 12% van de waarde van zo'n fonds is behoorlijk. En kijk maar eens even naar deze grafiek. Die laat zien dat er een directe relatie is tussen de prijs van ijzererts. Wat eigenlijk een verhaal, een soort van proxy is, zou je kunnen zeggen, voor hoe het gaat met China. En die koers van ArcelorMittal. Als het goed gaat met de ijzererts, met de groei van China, dan gaat het goed met dit bedrijf. Maar de laatste 5 jaar gaat het dus steeds een beetje minder goed. En vandaag dus 12% eraf. Waarom? China inderdaad tegenvallende in exportcijfers. En een einde willen ze daar gaan maken aan de speculatie in vooral ook de objecten voor grondstoffenprijzen. En er komt bij dat ze via een staatscourant hebben gewaarschuwd van jongens, het zou wel eens mis kunnen gaan. We hebben te veel schuld. Wend er maar aan. Dat is opvallend. Een rare toevoeging in een Chinese communistische krant. Die toch even iedereen weer laat schrikken van hoe gaat het echt met China? Nou, slecht dus. Vandaag begin van de week met weer een beursgang in Amsterdam. Ja, we krijgen donderdag nog een beursgang hier. Maar niet zozeer voor particulieren. Het is alleen maar gericht voor institutionele beleggers, pensioenfondsen, die mogen een aandeeltje kopen, als het ervan komt, van een bedrijf dat heet SIF. En dat maakt fundamenten voor bijvoorbeeld de windmolens in zee. Nou, het is al de derde keer dat we het nu gaan proberen. Is 3 keer scheepsrecht of is het nu of nooit? Want het beursklimaat, inderdaad, dat knettert weer een klein beetje. Het is spannend. Donderdag, okay. Misschien. We gaan het zien. Dankjewel, Dirk.